Gisteren was het een half jaar geleden dat de verschrikkelijke aanslagen van 7 oktober plaatsvonden. Gisteren organiseerde Bring Them Home Now een manifestatie op het Museumplein in Amsterdam. En in deze uitzendingen bespreken we met verschillende sprekers regelmatig de tijd waarin we leven, de eindtijd. Van onze kijkers krijgen we dan regelmatig vragen over hoe Joden hier eigenlijk naar kijken. Over deze onderwerpen spreek ik met rabbijn Rafael Evers. Hij woont sinds 2021 in Israël en is nu een paar dagen in Nederland. Rabbijn Evers, van harte welkom. Ja, ik ben heel blij hier te zijn. Ja, gisteren 6 maanden na het begin van de oorlog. Hoe heeft u, terugkijkend naar de afgelopen 6 maanden, hoe heeft u die tijd ervaren? Nou, heel triest. Oorlog is altijd vreselijk. En mensen uit onze omgeving verliezen hun kinderen of verliezen hun ouders. Ze zijn ook in het leger. En je loopt van de ene treurgelegenheid naar de andere begrafenis. En het is heel erg. En, is het nog steeds zo erg als ook aan het begin van de oorlog? Niet zoals aan het begin van de oorlog, minder. Maar het is toch nog dagelijks zijn er aanslagen ook in Israël. Nog steeds gewoon aanslagen die er altijd waren, elke dag weer. Behalve de gewone strijd in Gaza, wat gewoon heel veel mensenlevens kost. Ja. Nou ja, over Gaza en andere onderwerpen gaan we ook het hebben in deze uitzending. We beginnen altijd onze uitzending met even kort terugblikken het nieuws. Ja. Gisteren, ik noemde het net al, was er een manifestatie op het Museumplein in Amsterdam, georganiseerd door Bring Them Home. Yes. En het forum, zeg maar, van de families van de gegijzelden in Israël. En dat was naar aanleiding van het feit dat heel veel gijzelaars, ongeveer 130, nu al 6 maanden lang in gevangenschap zitten in Gaza, in Aza, zoals u het noemt. Ja. Maar u was er ook bij op het Museumplein in Amsterdam. Ja, het was een emotionele bijeenkomst natuurlijk. Hoeveel mensen waren er? Ik schat dat er zo 1200-1300 mensen waren. Ja. En het was heel emotioneel. In het begin was er geen stroom. En toen werd mij gevraagd, kun je met de gemeenschap wat zingen? Dat hebben we dus gedaan. We hebben al de liedjes die we allemaal, wel veel oud-klasgenoten aanwezig van mij. Ja. En leerlingen en zo. En alles wat we altijd samen hebben gezongen op de lagere school Rospina. Dat werd hier herhaald. De Joodse school. De Joodse school in Amsterdam. En daar hebben wij Hava Nagila Hava gezongen. Otavinu Chai. En al de bekende liedjes die we altijd samen zingen, hebben we daar gezongen. Dat bracht een enorme sfeer. Dat bracht een geweldige sfeer van saamhorigheid en hier staan we voor. Tot de stroom weer terug was. En toen konden de toespraken beginnen. Toen konden de toespraken beginnen. Je weet hoe het is. Toespraken zijn natuurlijk best heel belangrijk en heel interessant. Mm. Maar uiteindelijk gaat het erom, we zijn samen. Ja. En we staan ervoor dat deze gegijzelden weer terugkomen. Maar is het niet gek dan om met elkaar vrolijk liedjes te gaan zingen? Het is toch juist een heel zwaar onderwerp, een heel moeilijk onderwerp? Het is een heel moeilijk en zwaar onderwerp, maar we hebben eenmaal geleerd door alle ervaringen de afgelopen duizenden jaren dat wij ons door het leed heen moeten zingen. En dat we optimistisch moeten blijven en in God moeten blijven geloven en mogen hopen op een goede afloop van de zaak. En dat gebeurde ook gisteren op het Museumplein. Absoluut. Als we kijken naar de actualiteit in Gaza. Israël heeft aangekondigd dat ze hun troepen hebben teruggetrokken uit Zuid-Gaza. Er is nog 1 bataljon daar aanwezig, maar de rest heeft zich teruggetrokken. U heeft dat nieuws ook meegekregen. Is dit het begin van het einde van de oorlog? Nou, dat hoopt iedereen natuurlijk. Dat we kunnen stoppen met de oorlog. Want nogmaals, het kost dagelijks aan alle kanten zoveel mensen. Dat is oké. Maar het schijnt een soort tactische terugtrekking te zijn. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk om Rafah te doen. En dat Rafah is die stad in het zuiden van Gaza. Van Gaza. Het is een heel complexe situatie. En de geschiedenis wil leren waar het strandt. En het is nog niet eens deze strijd die zo verschrikkelijk is. Maar natuurlijk, wat gebeurt er daarna? Hmm. Hoe gaan we om met elkaar na deze... Als de oorlog voorbij is. Als de oorlog voorbij is. Ja. Want het gaat erom dat er een duurzame vrede komt. Ja. En dat is heel moeilijk om dat te realiseren. En het zal eigenlijk alleen maar kunnen met verenigde krachten vanuit het Midden-Oosten, alle Arabische staten, vanuit het Westen, de UN. En die zullen in een hele goede samenspraak dit moeten proberen te regelen. Nou ja, een van de belangrijke thema's waar ook deze oorlog op voortduurt is de gegijzelden die nog steeds in Gaza zitten. Gisteren is een van die gijzelaars gevonden, vermoord door islamitische jihad. Ja. Zijn naam is Elad Katsir. Ja.
Is dat een groot pijnpunt in Israël? Een zeer groot pijnpunt, want wij willen ook onze jongens en meisjes die niet levend terugkomen, die kopen we vrij, die moeten we vrijkopen. Ik vind het gijzelen, dat een pokerspel, dat wat een half jaar bezig is. Dat is onvoorstelbaar in de geschiedenis. Zo lang en zo wreed. Een pokerspel noemt u het wel? Nou, een pokerspel met menselijk gebeente, met levendig gegijzelde mensen die worden uitgeruild. Heel langzaam, heel cynisch gewoon. Heel cynisch en ik vind het een ondraaglijke situatie gewoon. En dat dit allemaal toch kan gebeuren, heeft natuurlijk zijn oorzaken. Maar de Joodse traditie is de enige traditie die zegt, je moet met de gijzelaars onderhandelen. Want elk moment dat je dat niet doet, kost het mensenlevens. Moderne staten hebben de officiële politiek om niet met gijzelaars te onderhandelen. Maar het is wel een belangrijk item. Noodzaak om dat wel te doen, want bij ons telt elk leven. Ja, u bedoelt dus zeg maar het gesprek aangaan met die gijzelnemers, Hamas in dit geval, dat is nodig om ze om die mensen te levend of desnoods hun lichamen weer terug te krijgen. Want we waarderen dat leven, we willen dat leven, we hebben er alles voor over. Ja. Het zijn waanzinnige buitenproportionele getallen die je hoort. En één Gilad Shalit voor 1000 terroristen. Dat is een soldaat die 5 jaar geleden is vrijgelaten. Vrijgekocht voor 1000 terroristen. Je stelt de gemeenschap bloot aan een enorm extra risico. Ja. Alleen om 1 mens te redden. Ja. Maar dat is bij ons al de moeite waard. Ja. We gaan naar Schiphol. Gisteren was ook volop in het nieuws dat 2 Israëlische vrouwen vernederd werden op Schiphol bij de security, bij de controle. Ja. Weet u daar wat meer context over? Nou ja, wij kwamen ook woensdagavond aan in Nederland. En ik en mijn hele familie, die dus natuurlijk duidelijk Joods uitzien, werden eruit gepikt. Onze koffers werden totaal gescand. Nog een keer, maar goed. Oké, en ik reis al 7 jaar sinds we uit Nederland weg zijn. Zijn we al bijna elke maand in Israël en weer terug. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. En zelfs mijn kleinzoon van 7 moest uitleggen aan de douane waarom hij zijn pluche, zijn teddybeer in bed meenam naar Holland. Ja. Waar zijn we beland? De controle was strenger deze keer. Zeer streng. Ja. En ik vroeg ook aan de beambte van, waar is dit voor nodig? Ja, omdat wij dat willen, was dan een reactie. Ja. En ik stond, het schept een sfeer van Kafka. Mm-hmm. Gewoon, wat bedoelt u daarmee? Nou ja, zo paranoïde sfeer van wat gebeurt er allemaal achter de schermen. Dat wij hier opeens grote misdadigers lijken te zijn en overal op gecontroleerd moeten worden. Nou ja, nu afgelopen zondag ging het over die 2 Israëlische vrouwen. Hostages. Het pijnlijke was dat een van hen ook een van de bevrijde gijzelaars was. Ja, dat was uitermate en dit ook moest doormaken. Ja. Denkt u dat dit nog gevolgen gaat hebben? Ik hoop van wel. De Israëlische ambassadeur heeft een beklag gedaan en zal daar actie ondernemen. En ik veronderstel dat de overheid zo verstandig is om daar ook goed onderzoek naar te doen. Ja. U bent nu een paar dagen in Nederland. Merkt u dat het antisemitisme in Nederland is toegenomen? Ik hoor het van iedereen. Ik merk het zelf niet, want ik ben eigenlijk alleen maar in de Joodse groep. Maar iedereen die er een beetje buiten komt, die merkt dat. Ik krijg ook in Israël krijgen we berichten van, ik word op mijn werk lastig gevallen over de politiek van Israël. En iedereen die kritiseert mij over wat in Israël gebeurt. Ja, die Joden in Nederland hebben met die oorlog maar heel weinig of helemaal niets te maken. Nee. Dus je wordt toch gezien als 1 volk die allemaal dan zogenaamd schuldig is aan wat er dan allemaal gebeurt. Ja. Niemand weet precies wat er gebeurt, want het fake nieuws is sky high op dit moment. Dus zijn mensen in Nederland, Joden in Nederland, bang? Ja, ze zijn zeker bang. Ik heb net gisteren gesproken met de nationale antisemitisme bestrijder Edo Verdoner. Mm-hmm. Ja, hij zegt, en heeft natuurlijk wel gelijk, we moeten vooral ons concentreren op onze taak, het Jodendom versterken. En niet alleen maar kijken van hoe reageert de omgeving op ons. Maar het heeft toch een groot effect. Ja.
hoe de omgeving naar jou kijkt en jou verdenkt van allerlei dingen die je helemaal niet gedaan hebt en ook niet gedaan kunt hebben. En toch wordt alles op jouw bordje geschoven, dus uitermate onaangenaam. Ja, maar zo'n antisemitismecoördinator, Nationaal Antisemitismecoördinator is een volledige titel, Eddo Verdoner. Wat kan die nou doen om de Joodse gemeenschap in Nederland een veiliger gevoel te geven? Want je zou toch zeggen van ja, iedereen zou elkaar kunnen uitschelden. In die zin is het heel moeilijk om al die 17 miljoen Nederlanders... Ja. in de gaten te houden. Op te voeden, als het ware. Op te voeden, inderdaad, ja. Nou, het is niet zo moeilijk als de overheid en alle gezagsdragers, inclusief natuurlijk ook de docenten op school, erachter gaan staan en zeggen, dit kan niet. Dat zou een enorme impact hebben. En dan wordt het... dan worden wij met z'n allen, alle Nederlanders samen, worden ons bewust dat er grenzen zijn. Ja. Ook in de... vrijheid van meningsuiting. Je kunt niet zomaar roepen, Palestina moet vrij zijn, want dat betekent dood gewoon dat de Joden weg moeten dan. Ja. En dat was niet de bedoeling, niet van de Verenigde Naties in 1947 en later, en niet van vele andere volken. Dat is niet, dat mag je niet zeggen. Nee. Het is uiteindelijk gewoon een oproep tot genocide. Dus u zegt van, ja, er moet ook meer gehandhaafd worden op uitspraken van mensen. Moet meer gehandhaafd worden. Je mag het recht op meningsvrijheid niet misbruiken. Dat is, iedereen denkt maar dat je kan roepen wat je wil op elk gewenst moment, alles verstoren. Vroeger heette dat hier lokaal vredebreuk of huisvredebreuk. Je kan niet alles. Je kan niet alles, maar wat jou opkomt en jou belangrijk is. Het is voor die mensen belangrijk, maar niet om alles maar te... Niet ten koste van de Joden. Niet ten koste van ons. Ja. In deze uitzending gaan we het hebben over de eindtijd. Ons onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. We hebben het er regelmatig over in onze uitzendingen. Zeker ook gezien de druk die er op dit moment op de Joodse staat en het Joodse volk ontstaat. En we zien ook dat de wereld zich tegen Gods volk keert. Ja. Maar hoe kreken Joden hier tegenaan? Ik weet dat er ook verschillen zijn, Joden-Christenen. Dat laten we even in het midden liggen. Maar hoe kijken Joden daar tegenaan? Wij kijken er zeker aan. We zien dat met ledenogen tegemoet natuurlijk. Hoe langzamerhand zich de hele wereld keert. En je ziet het keer op keer weer gebeuren in de Verenigde Naties. De ene resolutie naar de andere is nog niet afgegeven, of er komt weer de volgende veroordeling. En dat zijn natuurlijk hele pijnlijke punten, want je krijgt het gevoel dat de hele wereld tegen je keert. En dat doen ze dus ook. Ja. De hele wereld keert zich tegen ons. Dus wat dat betreft, er zijn heel veel tekenen voor het komen van de tijd van de Messias. Mm-hmm. Van de Messias. Gelooft u dat wij nu in de eindtijd leven? Nou, elke tijd is een eindtijd. Elk moment kunnen we verlost worden van dat grote leed wat deze wereld in zich draagt. Mm-hmm. Je moet niet vergeten, deze wereld is krakkemikkig geschapen. In die zin, God heeft deze wereld expres gebrekkig geschapen, zodat wij als mensen daar een actieve rol in het vervolmaken van die wereld kunnen spelen. Mm. Anders zouden we gewoon robotten zijn, zoals Adam in het paradijs, die genoot van het leven, maar echt een bijdrage aan de wereld had hij niet gebracht. Na de zondeval is de wereld zo gebrekkig geworden. Vol leed, vol spanning, vol onrecht, vol haat vaak. En het onvoorstelbaar is dat de goede God dit gecreëerd heeft. Mm. Dat heeft hij ook niet gecreëerd, maar hij heeft de mens een vrije wil gegeven. Het grootste geschenk is een vrije wil. Maar het prijskaartje van die vrije wil is dat we elkaar ook kunnen haten. En dat we elkaar ook heel slecht kunnen behandelen. En dat je ook tegen God kunt keren. En niet alleen dat, je kunt ook tegen God keren. Die anti-Godkracht, dat noemen wij dan een Amalek in de Torah, in de Bijbel. Dat was het volk dat echt zegt, we hebben niks met God te maken. Ja. Kappen alles af. Ja, nee, maar u zegt net van ja, elke tijd is een beetje een eindtijd. Ja. Maar om het toch proberen een beetje te concreter te maken. Want u zegt, er zijn een aantal voorwaarden voor die eindtijd. Nou, het eerste is het tijdsbestek. Ja. Wij geloven dat de wereld, deze wereld zoals wij hem kennen in deze gebrekkige vorm, maximaal 6000 jaar zal bestaan. We leven in het jaar 2024, maar wij tellen vanaf de schepping. En de schepping is 5784 jaar geleden. We hebben dat is nog de Joodse jaartelling. De Joodse jaartelling gaat vanaf de schepping. En de traditie leert dat we op elk moment, als wij met z'n allen beslissen, de hele mensheid, alles elkaar te vergeven en goed voor elkaar te zijn, dan komt die messiaanse tijd als het ware vanzelf. Mm-hmm. En dat kan elk moment gebeuren. Het probleem is alleen dat het niet gebeurt.
En dat we niet in staat zijn om al die kleine verschilletjes die er tussen ons bestaan, om die te overheen te stappen. Ja. En het grote doel, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat erom om God achter deze fysieke façade van deze wereld te herkennen. Ja, dat erkennen is het doel. Dat God bestaat, dat God er is, dat God de wereld leidt, dat God de geschiedenis leidt. En je ziet dat het langzamerhand, ja, het moet. God heeft een masterplan met deze wereld en het leidt allemaal langzamerhand naar die uiteindelijke verlossing. Maar dan moeten, zoals in de profeten wordt voorspeld, worden er veel oorlogen gestreden. Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen en bloed door wat dan ook vloeien, ja. Helaas. Dat moet zeggen, voordat de mensheid begrepen heeft dat de beste weg de weg is van algemene verdraagzaamheid en algemene vrede. Want dat is het vredesrijk. De uiteindelijke messiaanse tijd is een tijd waarin we elkaar verdragen. Waarin we alle op God zijn ingespeeld, God zien. En God ons als het ware in een kring neemt. En ons uitlegt hoe, waarom het allemaal zo heeft moeten zijn. De hele wereldgeschiedenis, al dat leed waarvoor dat nodig was. En ja, alle tranen zullen gedroogd worden. Ja. Is zeg maar dat bezig zijn met de eindtijd, hè? Dat is al een heel goed teken. Is dat toegenomen, juist misschien ook in het licht van deze oorlog? Nou nee, iedereen die in een vervelende situatie zit, die wil daaruit bevrijd worden. Dat is, de hele bevrijdingsgeschiedenis begon bij de uitrocht uit Egypte. Dat was al 3336 jaar geleden. En het is een doorlopend proces. Ja. En we moeten dat proces door. Maar uiteindelijk kunnen we het bespoedigen als we inderdaad tot dat universele inzicht komen. Dat... Maar bent u er meer mee bezig sinds 7 oktober? Ik ben er sinds 7 oktober, maar ik ben eigenlijk al de laatste jaren heel intensief mee bezig. Vergeet niet, Israël is doorlopend in oorlog. Hè? Dat komt niet zo met nieuws, maar er zijn doorlopende beschietingen vanuit Gaza. Was echt constante beschietingen. Ja. Ik heb daar vrienden wonen in Sderot, dus dat grensplaatsje bij de Gaza. Die moesten om de haven klappen in de schuilkelder. En het is de hele tijd gaande. Ja. Dus het is niet dus iets... houdt u wel al langer bezig. Heel lang bezig. En het verhevert alleen. Op dit moment is het natuurlijk wel heel erg. Ja. Wat moet er allemaal gebeuren volgens de Joodse traditie voordat dat vrederijk kan aanbreken? Nou, de Joodse traditie geeft een hele lijst van gebeurtenissen die allemaal gaande zijn. Maar het kan allemaal nog veel erger, laten we zo zeggen. Maar een van de hele belangrijke punten is dat het Joodse volk terugkeert naar Israël. En dat zie je dus hier gebeuren op dit moment. Iedereen gaat langzamerhand... Joden die uit de landen vertrekken naar Israël. Ja, ik zie heel veel. Er zijn Franse wijken, Amerikaanse groepen. En heel veel mensen komen langzamerhand ontdekken Israël gewoon. Ja. Israël wordt bebost, wordt beplant en zal bloeien en groeien. En dat staat dus in de profeten. En dat is eigenlijk het belangrijkste teken van een naderende messiaanse tijd. Maar vergeet niet, dat kan heel lang duren. Het is een ontwikkeling, het is een proces. Een proces wat we kunnen versnellen, we kunnen het verlangzamen. Als we ons slecht gedragen, duurt het lang. En kan het misschien tot 6000 duren. Als we het versnellen, als we goed doen, als we de gemeenschappelijke deler van alle menselijke... Dan komt de Messias misschien eerder. Ja. Nee, niet misschien. Komt hij zeker eerder. Ja. Dat wordt heel maar duidelijk gezegd. U zegt het is een hele lijst. Hè? Onder andere de Joden die terugkeren naar het land Israël. Ja. Het land wat tot bloei komt. Duizend en één dingen. De regeringen zijn goddeloos. In die zin dat de religie is in de marge, in de zijkant, aan de zijkant gedrukt. Dat zien we heel erg gebeuren in het Westen. Met name het Westen is er heel... Ja, heel sterk in. Ik begrijp het wel. Het zijn allemaal ontwikkelingen die we allemaal best begrijpen. Er moet een neutrale gemeenschappelijke ruimte zijn. En de religie moet aan de zijkant staan. Maar uiteindelijk is het religieuze gevoel... Wie weet nog wie Abraham was tegenwoordig. Isaac, Jacob. Dat weet niemand meer. Nee. Iedereen is nauwelijks meer met de religie bezig. Juist in onze generatie. Met al die moderne technische ontwikkelingen. Is iedereen bezig met zijn iPhone. En dan weet ik veel wat. Maar niet meer met de religie. Nee. Dat is echt een totale onbekende geworden. We zien dat bijvoorbeeld wordt vermeld dat de jongere generaties zullen opstaan tegen de oudere generaties. In één gezin leven ze in twee totaal verschillende werelden. Dat de duurte toeneemt, dat zie je heel sterk tegenwoordig. Dat dingen heel duur zijn, bedoel je? Heel duur. Nee, in Israël is voor het leven vreselijk duur. Ja. En dat er opstand zal zijn van de jongeren tegen de ouderen. En we zien het allemaal gebeuren. Dus heel veel aspecten die u ziet gebeuren. Die waarom, gebeuren.
Vindt u het belangrijk dat mensen zich realiseren in wat voor tijd ze leven? Omdat, kijk, het is onacceptabel voor mij als religieus mens om te geloven dat de perfecte God zo'n niet perfecte wereld geschapen heeft. Hij heeft het geschapen met een doel dat we uiteindelijk zullen zien dat deze wereld door God gestuurd is en een perfecte wereld is. Ja. En dat zal de openbaring zijn in de tijd van de Mashiach. En dan alle mensen weer de broederen zijn. Dat is zo mooi. Iedereen wordt weer verdraagzaamheid, totaal begrip voor elkaar. Maar dat heeft allemaal te maken met het goddelijke in de mens. Als we het goddelijke in de mens weten te waarderen, dan zullen we ook veel makkelijker in staat zijn om elkaars relatie tot God te kunnen waarderen en te kunnen appreciëren. Ja, maar in die zin is het dan belangrijk om daar heel erg mee bezig te zijn? Met dat lijstje wat u... Ik bedoel het niet lijstje verreden, is niet belangrijk. Het lijstje geeft alleen aan, dit zijn de dingen die langzamerhand gebeuren. Ja. Schrik er niet van, want er zijn echt heel vervelende oorlogen gaande en komende. Ja. En de strijd in het gezin alleen al. Dat is heel erg vaak wat er gebeurt in gezinnen. En dat nemen we dan als teken dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar dat kost tijd en veel energie en veel ellende. Het is heel vreselijk. Maar dat je weet dat er achter die façade van de hele materiële wereld, waar we God niet kunnen zien, toch een leidende God zit, die dit allemaal stuurt en dit allemaal naar een goed einde wil brengen. Ja. En dat we eraan moeten bijdragen. Ja. Dat is onze taak. Nu, christenen geloven dat de Messias, dat die 2000 jaar geleden al is gekomen en dat die binnenkort zal terugkomen. Joden geloven dat de Messias ook spoedig zal komen. Hoe zal dat gaan? Kunt u dat omschrijven? Hoe kijken Joden daarnaar? Hoe het zal gaan? Nou, we zien het al gebeuren. Dat gewoon Israël wordt de navel, of Jeruzalem eigenlijk, wordt de navel van de wereld genoemd. De hele strijd van Hamas wordt de Al-Aqsa-vloed genoemd. Mm-hmm. Dat wil zeggen, ze hitsen de... Al-Aqsa verwijst dan naar Jeruzalem, hè? Naar Jeruzalem, ja, de moskee daar. Ze doen het voorkomen alsof wij daar een nieuwe tempel willen bouwen. Het omgekeerde is waar, Israël is dat absoluut niet van plan. Mm-hmm. Behalve dat, in 1967 hebben we de tempelberg heroverd. Maar ik herinner me nog de hele discussie met Moshe Dayan, toen de generaal en de regering. En ze hebben dat uiteindelijk gewoon meteen overgedragen aan de WAQF. Dat is de Jordaanse Islamitische Raad, die het bestuur over die tempelberg heeft. Dan worden vanaf het begin al, in 1967, was het duidelijk dat wij absoluut niet van plan zijn om dat te... Om die moskee af te breken. Af te breken, naar de tempel te bouwen. Niet alleen dat, wij hebben een soort traditie die zegt, we wachten op een teken van boven tot er überhaupt enige actie ondernomen wordt. Ja, maar de Messias-verwachtingen, hoe gaat die Messiaanse tijd eruit zien volgens jou? Nou, een prachtige tijd waarin God centraal staat en alle gebreken zullen worden opgeheven en iedereen gelukkig en blij is. Ik zie driekwart van de mensheid is gewoon depressief. Ja. En wat is dat voor een leven? Ja. In Gods wereld ben je geschapen, je bent de hele dag alleen maar depressief. Je moet staan het springen van het dansen en vrolijk zijn. Ja. Maar ziet u als Jood de Messias als een persoon? Ook daar zijn discussies over. In principe is het een persoon. En we hebben geleerd in de praktijk dat één persoon een hele wereld op de rand van de afgrond kan brengen. En de Joodse traditie is dat het goede 500 keer zo sterk is als het slechte. Dus er zal ook één persoon zal in staat kunnen zijn om de wereldvrede en de verdraagzaamheid en het goedheid, het gaat om de goedheid in de wereld. Er zit heel veel goedheid in de wereld. Om die naar buiten te brengen. Dat moet kunnen. Maar het is ook een ontwikkeling en de mensen moeten er met z'n allen klaar voor zijn. Ja. En zichzelf ervoor klaar maken en klaar willen maken. Ja, als je dat tegelijkertijd niet doet, laat je zien dat de wereld een gebrekkig iets is. En de wereld is niet gebrekkig. God is goed, God is perfect en de wereld is perfect. Alleen we zien het niet. We zitten met een façade, een gevel van onbegrip om ons heen. Maar tegelijkertijd, als we de kranten openslaan, dan word je ook niet bepaald vrolijk van alle oorlogen en nee, ruzies. Nee, die kranten, het is vreselijk. Mm-hmm. Je bent totaal depressief. Als je 's ochtends de kranten of de media openzet, je wordt totaal depressief. Maar zegt dat ook niet iets over de tijd waarin wij nu leven? Ja, dit is voor mij een teken. Er zijn als het ware twee tradities. Eén zegt, we kunnen het zelf doen als we maar alle goed worden. Ander zegt, nee, als
iedereen slecht is, dan komt de Mashiach zeker. Ja, ja. Want dat is het laatste redmiddel. Ja, ja. Maar dat hij komt, is zeker. Ja. En dat hij moet komen, is ook zeker. En als je daar niet in gelooft, dan... Ja, goed, ik geloof er gewoon niet, maar... Als je er niet in gelooft, dan geloof je niet in de totale goedheid van de wereld... en de totale goedheid van de schepper. Is antisemitisme ook een teken van de eindtijd? Ja en nee. In ieder geval is duidelijk dat het antisemitisme sterk zal toenemen. Maar dat is de hele strijd tegen Jeruzalem. Dat wordt heel duidelijk in dat de eindstrijd. Dat hangt daarmee samen. Ja, ja, natuurlijk. De hele strijd tegen Jeruzalem is in feite één groot antisemitisch complot tegen het Joodse volk. Mm. En ja, dat zie je toch langzamerhand wel gebeuren. Wat er in de United Nations gebeurt, dat niemand verwacht. We hadden gedacht, als we Israël hebben, als United Nations er is, dan... Wereldvrede, ja. Maar het omgekeerde is waar. In ieder geval voor de Joden is het het omgekeerde waar. Nu geloven heel veel christenen, ook de mensen die hier kijken, die geloven dat de Heer Jezus, de Messias, spoedig zal terugkomen. Mm-hmm. U als Jood gelooft ook dat de Messias spoedig zal komen. Vindt u ook dat wij daar als christenen en Joden ook samen in kunnen optrekken, in die verwachting van de Messias? Ik denk dat we niet alleen als Joden en christenen, maar met alle wereldburgers gewoon allemaal naar hem toe moeten streven. Mm. Het is namelijk niet alleen Joods of christelijk of islamitisch. Het is gewoon een algemeen streven voor de hele wereldbevolking. Mm. Iedereen streeft ernaar. De redding van de wereld. Ja, we hebben een streven naar perfectionisme. En dat redding van de wereld is de perfectionisme van de wereld. Ja. En het is voor mij ondenkbaar dat God deze totale wereldkermis in elkaar heeft gezet. Enkel alleen maar dat we met elkaar oorlog voeren en alleen maar onaardig zijn tegenover elkaar en elkaar haten en veroordelen en elkaar niet het licht in de ogen gunnen. Ja. Dat kan niet, dit kan niet het doel van de schepping zijn. Nee, nee. Wat verwacht u? Verwacht u dat de Messias in uw leven nog terugkomt? Ja, we hopen dat allemaal dat dat gebeuren mag. En we wensen dat natuurlijk. Mm. Er was een grote geleerde in de Talmud, die heette Ula. En Ula werd gevraagd, wil jij de tijd van de Mashiach zien? Dan zegt hij, nou, hij komt, maar ik wil hem niet zien. En door al die beelden die we hebben gezien met die Hamas-overval rond Gaza... Ja. Krijg je een beetje dieper inzicht in die uitspraak. Ja. Je wilt die beelden niet zien van wat er allemaal gebeurt. Nee. Tot slot, er zijn heel veel mensen die betrokken zijn bij Israël die deze uitzending kijken. U woont in Israël. Waar kunnen we voor bidden? Voor de shalom al Israël, dat de wereldvrede zal uitbreken, dat ook Israël er een deel mag hebben en dat we niet doorlopend belaagd worden met allerlei beschuldigingen waar we partner deel aan hebben. Dat is waar we voor kunnen bidden. Ja. Mooi. Rabijn Evers, dank voor uw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven en betrokken raken. Ga naar onze website cvi.nl/actueel, daar vindt u informatie waarvoor u ook concreet kunt bidden. U kunt ook de gebedspunten van Rabijn Evers in uw gebed meenemen. En u kunt ook betrokken raken op een andere manier. Dat is via het Christen voor Israël WhatsApp kanaal. cvi.nl/kanaal. Daar kunt u daar alles over lezen en zich aanmelden voor die nieuwsdienst. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.